laat hem zitten bij de haard. Hij is overal geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis, laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Geef de reiziger het woord, laat de reiziger vertellen, maar hij schudt zijn hoofd en wacht. Hij heeft overal gezocht, hij heeft ergens iets gevonden en hij heeft niets meegebracht. Hij zegt ik ben veranderd, ik ben hier niet meer thuis, maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis. Laat de kinderen komen, laat de kinderen komen, ik heb aan ze gedacht. Staat Martin, secretaris van de stichting. Dit is natuurlijk wel even een heugelijke gebeurtenis. Ja, het is fantastisch. We hebben op een gegeven moment, wat ik al zei, een jaar geleden dachten we nog aan een caravan. En met ja, de problemen die we hebben met de campers, omdat er toch vrij veel schadegevallen terugkomen. Omdat mensen ja, zijn het niet gewend. Dus die dingen komen terug, een hoop ellende. Want hij komt vrijdag terug en dan moet vrijdag ook weer weg. Dus dat geeft altijd problemen. En toen dachten we, die caravan, daar krijgen we dezelfde problemen. Toen zijn we op een gegeven moment overgeswitst op een chalet.
Ja, en als je dan ziet dat dit in een jaar gerealiseerd is, fantastisch. Dan zou je bijna zeggen, er is hier ruimte zat. Ja, er is hier ruimte zat, dus er zouden er nog een paar kunnen staan. Maar we werken uitsluitend met vrijwilligers. We zijn helemaal afhankelijk van donaties, vrienden van On Wheels, ja, fondsen, noem alles maar op. Dus het kost best wel een hoop geld. En ja, we hopen uiteraard nog een keer zo'n ding neer te zetten. Maar we zijn afhankelijk van de gulle gaven van de mensen. En straks de Krijtlers die toe Porto gaan? Krijtlers gaan ook naar Portugal. Die gaan zeker een hoop geld binnenhalen. Want wat die jongens al op dit moment gepresteerd hebben is onvoorstelbaar. Waar ze mee bezig zijn, waar waarschijnlijk ook nog een hoop geld uit voort gaat komen, is ook onvoorstelbaar. Daar verwachten we heel veel van. Heb je dan al plannen een klein beetje met dat geld wat er aankomt? Nou, we hebben eigenlijk meerdere plannen. De campers die zijn 5 jaar oud, de oudste. Ja, je moet eigenlijk van lieverlee wat gaan reserveren. We zijn ooit begonnen met die camper. Joh, gaat die kapot. Maar we zijn zover, de mensen rekenen helemaal op je. Dus ja, je moet gewoon geld achter de hand gaan houden. Als die camper het begeeft, dat je gewoon een andere kan kopen. Daarnaast zitten we toch te denken aan een tweede chalet. Maar ja, dat is echt afhankelijk van wat er binnenkomt. Hoe gedraagt de camper zich op dit moment? Het gaat allemaal nog redelijk goed. Maar ja, als hij te veel schadegevallen krijgt, dan kom je op een punt van, joh, waar doe ik verstandig aan? Laat ik het weer repareren of ga ik een nieuwe kopen? Dus we hebben meerdere mogelijkheden. Ik zie een heleboel kinderen met een handicap. Hoe plan je dat nou een beetje in de zomer? Nou, we moeten helaas heel veel nee verkopen. En dat is erg jammer. Dus we hebben op een gegeven moment een aantal stelregels. Als iemand wat wil huren, moeten ze sowieso donateur zijn. Want ja, op een gegeven moment, het kost heel veel geld. Maar we willen de mensen ook niet te veel laten betalen voor hun vakantie. Want ze hebben al kosten genoeg. En we willen eigenlijk gewoon het spul verhuren voor de kostprijs. Ja, en we moeten helaas veel mensen teleurstellen. Dus we hopen weer veel geld binnen te halen door allerlei acties, bekendheid aan de stichting te geven. Dat we of nog een camper kunnen kopen of een chalet. Om nog meer mensen toch een fijne vakantie te kunnen bieden. Ja, dat moet op deze manier toch wel gaan lukken. Als ik zie wat hier vandaag weer aanwezig was, de aandacht die ervoor is. Ik denk dat het zeker gaat lukken. En misschien niet binnen een jaar, dan maar binnen 2 jaar. Oké, er is in ieder geval wat in zicht. Dankjewel en heel veel succes. Oké, dankjewel. Zijn naast me initiatiefnemer van Westland Goes to Porto. Dat klopt. We hebben 3 maanden geleden hebben we de organisatie ingezet van dit hele verhaal. Later hebben we er ook een stichting van gemaakt en dat is Westland Goes to Porto geworden. En we proberen gewoon met 11 brommers die een hoop herrie maken achter ons, gaan we gewoon naar Porto. Dat is 2500 kilometer en dat gaan we in 7 etappes doen. En tijdens die rit en vooral voor die rit proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. En als belangrijkste goede doel zou ik in dit geval willen zeggen de Stichting On Wheels. We staan hier in Domburg. En in Domburg is net een chalet geopend van de Stichting On Wheels. En dat heeft een hele hoop geld gekost. Marijke en Roel Centres, die doen daar fantastisch werk. En voor die organisatie willen wij graag ons best doen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te harken. Want alles wat er nu gebeurt vandaag, is dat allemaal belangeloos? Het is volledig belangeloos. Niet dat wij nou zulke ontzettende nobele mensen zijn hoor. Maar het idee is op een gegeven moment ontstaan om naar Porto te gaan. Dat wilden we allemaal zelf betalen. Er blijft niks aan de strijkstok hangen. En nou ja, als je dat dus doet, als je zelf alles betaalt, dan betekent dat dat al het geld wat je via sponsors binnenkrijgt, dat uiteindelijk naar het goede doel gaat. Ja, want echt alles wordt vergoed, hè? De benzine, de vrachtwagen, alles is voor rekening van een ander. Ja, zo kun je het ongeveer wel stellen. Eigenlijk is alles tot nu toe gesponsord. We hebben alleen een paar euro moeten betalen, of die gaan we betalen voor de kaartjes die we voor Duitsland-Nederland via Nationaal Nederlanden gekregen hebben. Want die waren er nog niet, hè? Die waren er nog niet. Eergisteren heb ik de mededeling gekregen dat we 15 kaartjes hebben. Althans betalen. Maar we hebben er uiteindelijk 25 nodig, want we gaan met z'n 25 weg. Dus we hebben nog 10 kaartjes nodig, maar we zijn nog zoekende om het zomaar te noemen. Hey, de mannen gaan nu weer terug naar het Westland, want dat is een behoorlijk stukje rijden. Ja, ik geloof dat we nog ruim 100 kilometer voor de boeg hebben. Ik blijf hier nog eventjes op de Roompot hangen, maar de jongens die rijden in 2 etappes, rijden ze zometeen naar huis. Ik geloof dat in Ouddorp is er een tussenstop. Daar wordt er wat koffie gedronken en een tosti of zoiets. En daarna gaan we weer terug naar de demokas, waar we vanmorgen vertrokken zijn.
En daar zullen we vast en zeker wel een biertje nadrinken. En dan gaan we allemaal weer naar huis. Nou, ik was eigenlijk heftig van plan om mee te gaan. Ik wil een betrouwbare rijder. Dan moet je Joop nemen, dat is de meest ervaren man. Ga ik naar Joop? Ga ik mee? Hey, succes! Oké, dank je. Dag.